vandaag. Ik denk dat ik naar mezelf dat het geen nut heeft. Maar vandaag spelen we Real Racing 3. Op mijn iPad. Oké, interessant joh. De video die ik net heb opgenomen speelde ik ook Real Racing 3. Real Racing. Ga ik nu weer spelen. Maar nu ga ik een andere race doen. Net deed ik gewoon eventjes voor de lol een beetje. Die video moet ik nog editen zo. Maar goed, ik maak wel eerst even deze video. Zwek. Oh, dat past ik op mijn netjes. Lalala. Dat was de 10 dude. Oh. Zo. Normaal ben ik ook heel stil terwijl ik race. En ik zie de comments eigenlijk ook wel weer komen van... ga third person, zo kan ik je auto niet zien. Nee, wat maakt dat nou uit? Heb je eerder gezien? Moet je die andere video maar gaan kijken. Deze video wordt denk ik niet geëdit. Deze ga ik gewoon meteen naar mijn camera rol zetten en uploaden. Dus dat komt wel goed. Als ik een keer een gedrillbreed apparaat heb, zet ik daar ook meteen jou op. Want dan kan ik met facecam Real Racing 3 spelen. En het schijnt dat als je je apparaat jailbreakt, dat dan ook alles gratis wordt. Gewoon dikke alle packs unlocken. Alle packs unlocken, dan lijk ik net een FIFA-speler. En ik haat FIFA. Ja, haat is misschien ook wel een groot woord, maar... was dat een grote naam? Nou ja, we hebben gewonnen. Yes, niveau 6. Weer goud. Oké, doorgaan. Oeh, is me net niet vereist. Doorgaan. Oké, nice. Fase 2 voltooid. Pure Stock Challenge. Ik heb goed in de gaten, dus stel me niet teleur. Dit is de NASCAR. Zo episch. Hey! M&M's. Doe maar nou, ik zie een M&M's. Yay. This is een rumble. Oké, yes. Nou ja. Ik ga weer terug naar show waar ik ook de video begon. Ik ga denk ik de video alweer eindigen. Het is een hele korte video. Maar dat maakt niet uit. Dat is alleen maar goed. Ik loop niet sneller. Dus nu zeg ik... mazzel.